Yo, what up, gasten. Dus het jaar is eindelijk voorbij. En voordat ik zo meteen lekker ga relaxen op de bank met mijn nieuwe iPad, waarbij ik terug ga denken aan alles wat er is gebeurd. Wat dacht je van Joren van der Sloot, die eindelijk is opgepakt? De WK-finale. Helemaal geen overlast van de toppers dit jaar. En voordat ik zo meteen op de bank ga liggen, wil ik heel snel met jullie alle nieuwsfeiten doornemen. Laten we even snel beginnen met de toppers. Dit jaar waren er geen toppers. En op zich hoor je daar blij mee te zijn. Alleen in plaats van de toppers hebben we Sineke gekregen. Dat shalali shalala meisje. Zij was zelfs zo goed dat ze niet eens door is gekomen bij de eerste ronde van het Eurovisie Songfestival. En toen dacht ze van, hé, ik ga wraak nemen op heel Nederland. En toen heeft zij het afgelopen jaar telkens op tv dat kutnummer staan zingen. Dan kan je mij veel vertellen, maar dan mis ik op zich wel weer die vier gasten. Het is zelfs zo erg uit de hand gelopen met Sineke, dat toen zij op 5 mei op de Dam het nummer nog één keer doornam, dat de hele Dam weg ging rennen. Kunnen wij niet in Nederland iets naar het Eurovisie Songfestival sturen wat we allemaal leuk vinden? Wat is tof, actueel en draait nu in de bioscoop? Nieuw Kids Turbo. En waarom verkondigen hun niet in 2011 Nederland? Kijk, dan ben ik trots op Nederland. Zie het gewoon voor je dat op zo'n feest als het Eurovisie Songfestival, dat daar de Nieuw Kids aankomen. Verrekte Mongol! Ik weet dat ik er niet goed in ben. Ik persoonlijk denk dat heel Nederland dat zou willen. Maar terug naar de toppers. Ik denk dat Nederland er best wel op vooruit is gegaan. Vorig jaar waren de toppers in Rusland. En dit jaar waren de 8 Hagenezen in Griekenland. Dat bevalt mij heel erg. Hoezo bevallen mij de toppers niet, maar 8 Hagenezen wel? Omdat die Hagenezen wat educatiefs te melden hebben. Wist jij wel een woknok, een plork of de Houdini was? Maar dat is toch prachtig? Educatieve tv voor de jongere mensen. Ik weet zeker dat sommige mensen meer van O.O. Gerso hebben geleerd dan van school. Dat zegt misschien meer over de samenleving dan over O.O. Gerso. Maar toch, er is inmiddels ook al een vervolg aangekondigd. En dat zou O.O. Tirol worden. Misschien heb ik dan een leuker ideetje. Wat dacht je van O.O. Chileense mijnwerkers? Dat we de 8 Hagenezen in een mijn doen. Waar al die andere Chileense mijnwerkers ook vastzitten. En dan hebben die mijnwerkers pas echt wel om te klagen. Want geloof mij, als jij een maand in een mijn zit met Barbie, dan kom je er gewoon zo uit. Of nou ja, zo zal ik er in ieder geval uitkomen. En als we het programma echt een Hollands tintje willen geven, dan zetten we toch Joeri van Gelder in de hoek. Voor één lijntje kookpuits en ik doe het echt wel. Nederlandse cultuur. En mochten ze allemaal naar boven komen, dan kunnen ze misschien stoppen in Peru. Misschien kunnen ze even langs Joren van der Sloot met hem praten. Laten we eerlijk zijn, Joren van der Sloot had wel een goede film gemaakt dit jaar. Is dat Sinterklaas? Oh, ik dacht Joren van der Sloot. Zoals jullie weten, Joren van der Sloot heeft alweer zijn tweede meisje vermoord. En dat verbaast mij zo erg dat ik hem bijna in de PVV-fractie wil zetten. Want ja, iedereen in de PVV doet ook stomme dingen. Je plast in iemands brievenbus, bedreigt iemand met de dood, of je bent in de verfpot gevallen met je hoofd. Joren van der Sloot zou daar perfect bij passen. Misschien is dit een leuk idee voor de slogan. De PVV. Zelfs de criminelen hebben deze slogan gejat. Ik denk ook maar mee, Geert Wilders. Hallo, ben je daar? Geert Wilders? Neem even alle gekheid op een stokje. We hebben Joren van der Sloot wel nodig om ons eer hoog te houden. Want mijn dieptepunt van het hele jaar was de vaccinelichtwerper. Moet je nagaan, hè? Iemand wordt wakker die denkt, ik ga een aanslag plegen op de koningin. Dan loop je naar de keuken, ziet allemaal messen. Misschien heeft hij wel een beetje vuurwerk, vuur. En dan denkt hij bij zichzelf, dat vaccinelichtje neem ik mee. Dat is het niveau van Nederland op het moment. En door Joren van der Sloot lijken we wel iets beter dan een vaccinelichtje. Houder. Ik denk als wij een vaccinelichtje houden naar Barack Obama gooien, dat hij daar zou staan. Oh guys, come look at this. Oh, it's great, alright. We staan gewoon voor lul met z'n allen. Ik ga het daar niet eens meer over hebben. Op naar het WK. En mensen, ja, dit was met een WK wel, hè. Iedereen weet waar ik het over heb. Natuurlijk, de Vuvuzela. Ik vond de Vuvuzela erg genoeg in Zuid-Afrika dat ik het telkens door de wedstrijd hoor. Laat ik eerlijk zijn, ik kijk meer voetbal dan dat ik zelf voetbal. Overal waar je liep een maand lang hoorde je die Vuvuzela. En ja, natuurlijk, ik weet het, we hebben de WK-finale verloren. En het meest zielige daarvan zijn al die verslaggevers die gaan vragen, wat is er misgegaan? Nou moet ik eerlijk zijn, ik ben geen Johan Derksen, ik weet niet zoveel van voetbal af. Maar kan het zijn dat de tegengoal van Spanje mis was gegaan? Dat we in de 115e minuut niet Iniesta hadden moeten laten scoren? Ik weet het niet, maar volgens mij is dat misgegaan. Wat gaan we na als er penalties kwamen? Er is één man die alle penalties kan tegenhouden. Geert Wilders! We zetten Geert Wilders op goal en die houdt toch alles tegen. Jij komt er niet in, jij komt er niet in. Jij komt er niet in. Hoe prachtig is dat? Tada! Wereldkampioen. Dus wat is er misgegaan? Tegengoal van Spanje. Maar daarnaast was er ook nog een keer de foute wissel. Jazeker, de wissel van Anelka bij Frankrijk. Ja? Oh, Sven Kramer had ook een fout. Oh. Oké, dan maar de foute wissel van Sven Kramer. Hij was zo boos dat hij zijn bril weggooide en dat was overal op het nieuws. Een jaar lang hebben we dat bijna elke maand al mogen bekijken. En het was zelfs zo erg dat we de reet van Sven Kramer mochten bekijken in de reclame. En dat was telkens op tv dit hele jaar. Toen hij voor het eerst die foute wissel maakte, had ik medelijden met hem. Maar toen hij daarna ons doodgooide met zijn onderbroek, had ik pure haat voor hem. Iemand anders die een bril draagt en heeft verloren is Balkenende. Jazeker, onze oude premier is weg. En wat weet jij er nou van? Misschien heeft hij ook wel zijn bril weggegooid. Oh jeetje.
Oh jee. Ik ben boos. Ik ben heel boos nu. Oeh, zag balken en de koken. En dan als laatste Laura Dekker. Maar Laura Dekker heeft een camera op haar bootje. Hoezo heeft zij een camera op haar bootje? Zodat zij alles kan vastleggen en verkopen aan een producent. En er zijn al meerdere producenten geweest die hebben interesse getoond. En ik vraag jezelf eens af, hoe gaat dat in godsnaam eruit zien? Hey, ik ben Laura Dekker. Ik zit nu op het water. Hey, ik ben Laura Dekker. Wat me vandaag is overkomen... Ik zag water. Het enige slimme wat zij heeft gedaan is met de boot reizen. Want de NS kan je ook niet meer vertrouwen rond deze tijd. En dan kan de NS toch wel gaan zeiken over de sneeuwoverlast. Maar dat duurt slechts 1 of 2 maanden. Wij hebben het hele afgelopen jaar last gehad van Wes en Jo. Ze zijn getrouwd, ze kwamen samen, Jan Smit ging weg. Alles. Alles van die twee die is gewoon erin gebrand. En anders kan het ook altijd slechter. Zoals, stel je bent Feyenoord en je verliest met 10-0. Tja, volgens mij heb ik wel genoeg gezegd over het afgelopen jaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef deze video een groen duimpje. Voeg hem toe aan je favorieten als je hem echt geweldig vond. En deel deze video via MSN, Twitter, Hives, Facebook. Zodat je iedereen een gelukkig nieuwjaar kan wensen en lekker met iedereen het jaar door kan nemen. Groen duimpje, favoriet, delen. En zet in de reacties hier beneden neer wat jouw favoriete moment van 2010 was. De WK-finales van Kramerwissel, Joren van der Sloot opgepakt. Misschien een nieuw vriendje of vriendinnetje of misschien een banjo-movie. Ik weet het niet. Hier beneden neerzetten. Nou gasten, dat was het dan voor vandaag. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo!